Vorige week hebben ze echt enorme risico's genomen. Gewoon al maar door het aftasten van wat kan er hier gebeuren op deze kleine oppervlakte. En wel vandaag doen ze daar nog eens een scheppeke bovenop. Mag ik ons daverend applaus vragen voor Next Level? Super. Amai. Qua kick-off van een finale kan dit wel tellen. Rob, allee, ja. Het niveau is gezet, hè? Dat zat goed. Nu, ik hoor die mensen achter mij roepen. Next level, next level was het, dacht ik dat ze riepen. Maar ik hoorde ook zo, niet te doen, niet te doen, niet te doen. Het was niet te doen. Nu, Belgium's Got Talent geeft eigenlijk aan heel veel artiesten de kans om hun talent te tonen. En die kans die hebben jullie met twee handen, twee voeten en twee trampolines genomen. Het was niet sterk, het was supersterk. Dank je wel. Dank je wel, Rob. Karen, hebben ze je weer kunnen verrassen? Amai. Ik heb hier echt, ik heb keelpijn. Ik heb zitten gillen. Goh ja, next level. Dan heb ik zoiets van, er is toch geen next level niet meer. Deze is toch wel de highest level, volgens mij. Sorry. Ik vind het echt super. En ik hoop dat dit de mensen thuis inspireert om ook volgend jaar misschien te willen meedoen. Ons boma. Dat is een beetje super, echt waar. Oké, dankjewel, Karen. Ray, wat vond jij? What a fantastic, fabulous, amazing start to the show, guys. Bravo. Amazing. If you set the bar this high, we are in for a spectacular show this evening. And next level, your talents are not next level. They are out of this world. Hey mannen, ik neem aan voor één keer dat het geen nadeel is om te beginnen. Geen nadeel? Oh ja, het was... We zijn er vanaf. De spanning is eraf. Als eerste gewoon is... Dat is een spits afbijten, dat blijft moeilijk. Maar goed, we kunnen nu kijken en genieten van de andere shows. En natuurlijk, straks tonen we alle acts nog eens op een rijtje. Dus dan zullen de mensen natuurlijk nog herinnerd worden aan het feit dat jullie een geweldige start hebben gegeven aan deze finale. Dames en heren, applaus voor Next Level!